Taco van der Hoorn, hoe vind je het om vandaag weer in de Talkspro Classic te rijden? Ja, ik heb er wel zin in. Dus het is mooi weer. Vorig jaar ging het natuurlijk goed. Een van de laatste koers van het jaar. En ik hoop dat de conditie nog zo goed is als de laatste weken. Ik denk het wel. Ik heb wat meer uitgerust, iets minder getraind om juist goed uitgerust hier te staan. Dus ik hoop dat ik goed ga zijn vandaag. Ja, wat wordt jouw plan vandaag? Ja, je moet sowieso vooraan koersen, anders dan zie ik je wel zo op de kant. Dus ik had eerst het plan om wat rustig aan te doen voor de finale te wachten. Maar ik denk met de wind die er nu staat dat het vrij snel koers gaat worden. Dus dan moet je er snel in vliegen. En dan hoop ik dat ik, dan moet je gewoon in de eerste rij zitten. En dan vanaf daaruit gaan we het weer opnieuw spelen in de finale. Vorig jaar werd je tweede, dus dat is maar één plekje hoger, hè? Ja, zeker. Ja, het zou mooi zijn. Het zou heel tof zijn als ik. Maar het is toch altijd lastig. Je ziet wel dat waarschijnlijk een sterke renners een beetje boven komen draaien. Maar het is toch ook weer een beetje loterij. En ik probeer gewoon nu de laatste tijd gaat het goed. Ik probeer elke finale te rijden, elke koers die ik rij. En dan moet je een beetje geluk hebben of het uiteindelijk jouw kant op valt. Maar ik ga er wel weer voor vandaag. Wat vind je van de Talkspro Classic als koers? Ik vind het wel mooi, ook aan het eind van het seizoen zo. Nog een koers die echt wel duidelijk is, ook met de wind. Je bent wel heel afhankelijk van de wind en nu staat er genoeg wind, dus dat is wel heel mooi. En dan maakt het wel echt een mooie koers. En ook voor renners zoals mij is het mooi, omdat het is niet meteen al een uitgesproken massasprint. En toch wel wat zwaardere koers, dus dat is wel gaaf. Dus ik hou er wel van.